Deze highlights worden u aangeboden door Takeaway.com en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Slikt zich en daar is Stiggers, maar ook Pasveer die de bal uit de voeten haalt. Actie nog niet afgelopen, doelpunt, nee! Bellingham, wat een kopbalkans en het was Hazard die de eerste kans kreeg door het uitglijden. Gewoon een randje buitenspel. Streng. Ja, ja, die gleed eigenlijk voor Anthony. Die gleed voor hem. Volgens mij raakte hij niemand, Hummels. Hier is de kans misschien voor Bellingen. Als hij rustig blijft. Ah, toer te lang. Timber terug, daar glijdt hij weg. Geen penalty, zegt Oliver. Er is contact in het voorbijlopen, maar doet helemaal niks. Kijk, en nu laat hij zich vallen. Dit is echt... Man, 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 man. Hij gaat hem geven. Ah. Marco Reus, en nu kan hij ook de score openen. Hier komt hij en binnen. Pasveer zat er nog dichtbij. Maar hij was precies genoeg getrapt om Dortmund op voorsprong te brengen. En met een man minder komt Borussia Dortmund toch op voorsprong. Martinez knalt hem naast. Wat een kans. Op 16 meter. Dat is andere kant. Blind weg. En daar is veel ruimte. Berghuis pakt die bal mee. Moet nog een actie maken met Meunier. En Kobel redt met de voet. Hij gaat nog een dribbel proberen. En dan ja, uit stand die bal toch proberen voor te brengen. Bellingham kan misschien trappen. Nog aangeraakt, zegt hij zelf. Ja, die wil ook nog een corner. Anthony nog een keer, bal schapt en hij zit erin. Tadic toch. Dat zei ik daarnet. Hij heeft zich bezeerd ook. Ja, hij is tegen de paal gebotst. Moet even edele delen laten zakken. Dat is al de tweede, na Witzel. Zo zie je maar, hè. Ik zei Meunier. Een domper op de ja, feest. Ja, de Meunier. Anthony. Weer zo'n fijne voorzet, Aller! Hij is er dan toch. Niks gedaan. Nee, 2 dus. Niks gedaan. Hele wedstrijd, maar wel beslissend. En hij zit ook aan 7. Goeie spits. Goeie spits, Wilfried. Als je constant moet wachten op de juiste bal. En het is bijna niet een dikke situatie. Anthony met de voorzet. En
nu de bal verliest, moet nog 50 keer pompen na aflopen. Zo lijkt het wel. Of ze gaan Anthony. Ze gaan er Anthony met een goal. Ja, ja. Klaassen, 1-3. 3 assists voor Anthony. En Klaassen scoort ook nog eens zijn derde goal in de Champions League, zijn eerste dit seizoen. Deze highlights werden nu aangeboden door Takeaway.com en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.